De stichting Bankjesparade, Ruud, die heeft mede gezorgd voor dit bankje. Wat houdt de stichting Bankjesparade in? Nou, de Bankjesparade is een project wat al een aantal jaren loopt. En de bedoeling is toegepaste kunst in Heemskerk neer te zetten. Wij vragen dus kunstenaars om kunst te maken waar je dus op kan zitten. En het is een bankje, maar het kan van alles zijn als je er maar een beetje op kan zitten. Maar het is kunst. Hoe kwam u op het idee voor dit bankje? Ik maak meer kunst en heel vaak komen er vissen in voor en golven en water, omdat ik van die beweging en die souplesse houd. Dit is een vis in een vogelbuurt, zeg maar. Ja, dat zijn ook precies de twee diersoorten die heel vaak voorkomen in mijn werk. En dat heeft te maken met de vrijheid van bewegen. Hoe vissen door het water heen bewegen vind ik prachtig en hoe vogels door de lucht heen gaan ook. Ja. Meneer Schorel, wat vindt u van het project, de Bankjesparade? Ja, het is fantastisch. We hebben er nu weer eentje bij gekregen. Dat is de Visbank. Staat op een prachtige plek. En er is natuurlijk ook vandaag ontzettend mooi weer. Dus het komt nu wel dubbel tot zijn recht. Maar we hebben in Heemskerk een aantal van die bankjes staan. En het is straks ook de bedoeling dat we de bankjes verbinden door middel van een wandelroute. Dus er worden er straks nog een aantal geplaatst en we zijn heel blij dat Triarchus dit mooie doel ondersteunt. Meestal open ik me gewoon voor de ideeën die binnenkomen. Ja, dus dan is het dus de golfbewegingen van het water of van de vissen of van de vogels. Of vaak ook van de inheemse culturen, de vormgeving van hen vind ik ook inspirerend. Ja. Zit het bankje lekker, jongens? Ja, het bankje zit heel lekker en we vinden het best wel bijzonder dat je er op heel veel manieren op kan zitten. Ja, het is van mooi materiaal gemaakt. Op welke manieren kan je erop zitten? Nou, je kan er gewoon normaal op zitten. Je kan met je benen een beetje naar voren. Je kan nog achter op het bankje zitten. En je kan ook met een mooi heuveltje op deze manier zitten. Ja. Het is een heel functioneel bankje. Dus jullie gaan hier vaak op zitten? Ja, we gaan hier wel vaak op zitten. Ja.